Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de Europese weerkaart en daarop zien we een lage drukgebied boven Scandinavië liggen. In de Noorse bergen valt zelfs nog wat sneeuw en een groot hoge drukgebied bij de Azoren, het beroemde Azoren hoge drukgebied. Dit was de situatie van vanmiddag en als we de boel in beweging zetten dan zien we dat het hoge drukgebied behoorlijk standvastig is, dat het lage drukgebied boven Scandinavië wel langzaam wegtrekt, maar dat er eigenlijk in grote lijnen in ons deel van Europa, in de buurt van Nederland, niet zoveel verandert. Er komt wel een lage drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, maar die bereikt ons niet of nauwelijks. We zitten dus een beetje in niemandsland de komende dagen. Het is licht wisselvallig. Geen verregende dagen, maar ook geen dagen met alleen maar zonneschijn en rustige omstandigheden. Het meest slechte weer, dat blijft ver van ons verwijderd. Vooral de Britse eilanden zijn behoorlijk wisselvallig. Maar ook bijvoorbeeld Italië en Griekenland krijgen in het weekend behoorlijk wat regen te verwerken. En bij ons is het af en toe wat regen. Nou, hoe gaat het dan met de temperaturen? Nou, zoals we allemaal weten was het vandaag niet al te best. Een graad of 10, 11. Het was wel de koudste dag van deze week. Want als we de temperatuur laten bewegen, dan zien we hem komende nacht afkoelen tot een graad of 3. En morgen overdag dan loopt hij op tot iets boven de 10 graden. Maximaal van 12 graden. En als we dan na een koude nacht richting de zaterdag gaan, dan komen we zaterdagmiddag op nog hogere waarden uit. Zo rond de 15 graden. Iets zachtere lucht dus onze kant op. Echt losbarsten van de lente kunnen we het niet noemen, maar het wordt toch allemaal een fractie beter. Vanavond nog een enkel buitje. De buiigheid neemt wel behoorlijk af. De wind begint ook geleidelijk in kracht af te nemen. En halverwege de avond is het dan een graad of 7. Komende nacht dan nog op de meeste plaatsen droog weer. Zeer lokaal nog een spatje. En temperaturen van 3 tot 5 graden. En die wind die neemt verder af. Daardoor hebben we morgen vrij rustig weer. Hooguit windkracht 3, maar een groot deel van het land heeft windkracht 1 à 2. Dus heerlijk fietsweer. Je moet wel de buitjes ontwijken. Die vallen her en der. Dus hou onze Weerplaza-app bij de hand. Dan kun je dat ook goed in de gaten houden. Je ziet ook overal een zonnetje staan. Nou, dat is vooral voor de middag. In de ochtend denk ik dat de wolken vaak de overhand hebben. En in de middag breekt de zon dan wat vaker door. Meeste zonneschijn verwacht ik in Noord-Holland en op de westelijke Waddeneilanden. 11, 12 graden morgen. Dan het weekendweer. Zaterdag beginnen we droog en met behoorlijk wat zonneschijn. Wel een koude nacht trouwens. In de nacht naar zaterdag kan het lokaal vriezen. Maar daarna dus flinke zonnige periode. In de middag vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. En in de loop van de middag en avond gaat het dan ook geleidelijk regenen en motregenen. Toch een hele aardige dag, vooral in het noorden en oosten van het land. Want daar komt de regen pas laat in de avond. 12 tot 14 graden, zuidelijke bries. Zondag ook een vrij rustige wind, 12 tot 15 graden. Maar dan hebben we in de ochtend nog met wolkenvelden en wat regen te maken. En breekt de zon vanuit het zuidwesten in de loop van de middag juist door. Beetje tegenovergestelde dag van de zaterdag. Maandag hogere temperaturen, 17, lokaal misschien 18 graden. Maar de kans op buien blijft wel aanwezig. En kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we dat de maandag waarschijnlijk de warmste dag wordt. Later in de week liggen de temperaturen tegen de 15 graden aan. En dan aan het einde van de week en volgend weekend is er weer een kans dat de temperaturen verder omhoog gaan. Dat is nog heel ver weg. Voorlopig moeten we het hebben van de stijging de komende dagen. Vandaag was de koudste dag en in het weekend plaatselijk 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.